Ezel Mary Comey is zo stilaan bekomen van een wel erg zware bevalling, een tweeling. Dat is erg uitzonderlijk bij ezels, want zij dragen bijna een volledig jaar slechts één veulen. De ezel was dus zwanger en die was heel dik. En we hebben er allemaal nog mee gelachen van, er zullen er toch geen twee in de buik zitten. 'S Morgens om 5 uur terug opgestaan om te gaan kijken. En dan vond hem eerst het zwarte ezeltje in de stal. Maar bij verder te gaan kijken, zag je maar in een hoekje hier nog een kleintje bij liggen. Ze zeggen toch allemaal dat het heel uitzonderlijk is. En dat ze dan alle twee nog leven. Het is blijkbaar echt wel een mirakeltje. Comey is al mama van 6 andere ezeltjes. Maar een tweeling is ook nieuw voor haar. Daarom kijkt de familie nu nauwlettend toe dat elk veulen evenveel aandacht krijgt. Je ziet wel dat de mama ook niet gewend is om 2 kleine ezeltjes groot te brengen. Want soms loopt ze weg en volgt er eentje. En aan het ander blijft staan. Ja, dan doen we ons best om ze alle 2 toch bij de mama te houden. Vooral zo hier buiten in de wei.